Willem toch het woord geven, want hij is onze campagneleider voor het Europese burgerinitiatief. En zal ik jouw vlag van je overnemen? Ja, het is fantastisch dat Europese nationale organisaties voor basisinkomen elkaar gevonden hebben en ervoor gaan zorgen dat er 1 miljoen handtekeningen opgehaald mogen gaan worden. Want een Europees burgerinitiatief, dat kan je niet zomaar regelen. Dat moet aan heel veel juridische voorwaarden voldoen. Wij zijn nu zover dat dat allemaal in orde is. Wij maken dan ook gebruik van de EU-website om die handtekeningen te mogen en te kunnen gaan verzamelen. En we starten daartoe op 25 september. Dus dat is volgende week, aankomende week. En dat betekent dat wij in Nederland op zijn minst 20.000 handtekeningen moeten ophalen. Nu hebben wij in 2013 ook al een keer een burgerinitiatief gehad, Europees. Ook toen hebben we meer dan 20.000 handtekeningen opgehaald. Inmiddels is het natuurlijk zo dat basisinkomen in toenemende mate onder de aandacht wordt gebracht door allerlei onderzoekresultaten, pilots die er gehouden worden, initiatieven van wethouders en gaan zo maar door, wereldwijd ook. Dat betekent dat wij alleszins denken dat 20.000 sowieso makkelijk te halen is. Maar hoe meer wij Europees breed ook boven die miljoen uitkomen, hoe duidelijker het signaal aan Brussel en de Europese regeringshoofdsteden is. Er moet iets gebeuren. Het basisinkomen moeten jullie nu gaan onderzoeken in welke vorm kan dat in jullie land gestalte krijgen. Een belangrijk effect ook in dit kader waarin we hier zitten is dat op het moment dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je geld, wat je dagelijks nodig hebt om überhaupt te kunnen leven, met een dak boven je hoofd en eten enzovoort, het maakt je geest vrij om na te denken, kan ik wellicht iets betekenen voor mijn omgeving? Kan ik iets betekenen in wijder verband voor anderen? En dat kan al enkel en alleen maar wanneer je niet meer de zorgen voor het geld hebt. En bang moet zijn dat elk moment de gaskraan wordt dichtgedraaid, omdat je dan zonder elektriciteit komt te zitten of zonder gas. Dus basisinkomen is een soort bestaansvoorwaarde om ook heel actief in de duurzaamheidspolitiek bezig te kunnen zijn op elk niveau. Dankjewel.